Leuk dat je kijkt naar de allereerste Visvrijdag Challenge. Komende weken gaan Koen en ik het tegen elkaar opnemen om te kijken wie er het meeste weet van vis of het meeste kan doen met vis. Jazeker, en we krijgen elke week een vette challenge van een influencer. En dat doen we niet zomaar, want wij willen niet alleen heel veel leren over vis. Ook jullie moeten heel veel leren over vis. Want het is namelijk heel belangrijk om bijvoorbeeld elke week vis te eten. En dat doet niet elke Nederlander. En dat vind ik verdrietig. Maar gelukkig hebben wij Govert van het YouTube-kanaal gehad. Voor mijn eigen YouTube-kanaal reis ik heel vaak de wereld rond, maar vandaag neem ik lekker rust en dan stuur ik jullie op pad. Ik heb 3 heel vette challenges bedacht en ik wens jullie heel veel succes. Spannend! De eerste challenge. Jullie moeten binnen 1,5 uur tijd naar de buitenhaven toe van Scheveningen. Dat betekent niet dat jullie lekker een liftje kunnen pakken en kunnen gaan slapen. Nee, want je moet langs 4 locaties waar allemaal enveloppen liggen. En ondertussen moeten jullie ook nog eens je ogen goed openhouden, want overal is wel wat informatie te vinden. Ik heb voor jullie allebei een tas met een vlogcamera. Ik heb jullie een locatie toegestuurd. Jullie beginnen allebei op een ander beginpunt. Jij begint die kant en jij begint die kant. Dus ik wens jullie heel veel succes. Alsjeblieft. Thanks. Koen en Saar zijn inmiddels op de locatie, dus ik ga ze nu een belletje geven dat ze kunnen beginnen. Waar hebben jullie er zin in? Ik heb er heel veel zin in. Oké, is goed. Dan ga ik gewoon aftellen en dan kunnen jullie beginnen. 3, 2, 1, go! Oké, we mogen beginnen. Dit is mijn tas. En hier staat alles in. Een envelop. De envelop. Op de Frederik Hendriklaan kun je hier genieten van een mooi visgerecht uit Japan. Een aantal van die letters die waren scheef. Alle schuin gedrukte letters, als ik die nou eens achter elkaar doe. O-H-M-U. Omu? Misschien is dat een naam? Omu? Van het restaurant? Ik ga even om de telefoon kijken. Mevrouw, weet u toevallig wat Omu is? Omu Sushi Den Haag. 6 minuten lopen. Frederik Hendriklaan. Jawel, ik zie het. Omu Sushi. Try our 10 piece voor €13. Hallo. Ja, I now have to be here. Oh, leuk, leuk, leuk. Alright. In de tweede envelop vond ik een kaart. En op die kaart stond een kruisje aangegeven. En dat was een straat vlak bij de haven. Ik geloof dat ik er bijna ben. En ik heb vooralsnog Koen ergens gezien. Ik heb helaas ook nog niks om me heen gezien wat een eventuele clue zou zijn. Maar daar ga ik nog even op letten. Ik heb hier een kaart. Even kijken. En een kruisje. That's it. Ik ken Den Haag niet goed, dus ik wist niet waar ik moest zijn. Maar ik ging het gewoon vragen aan een aardige mevrouw die naast me stond. Hoe moet ik hier komen? Hier. Dat kruisje, dat moet een Jumbo zijn. Je gaat gewoon die kant op en dan die kant en dan ben je er. Dank u wel. Dank u wel. Dank u wel. Dank u wel. Yes. Top. Ja, fantastisch. Ik kwam aan bij de Jumbo en zoals ik al dacht stond daar mijn grote vriend Govert en hij had een nieuwe opdracht voor mij. Wat ik voor jou heb, ja, is dit pakje lekkerbekjes. Oh, lekker. Die zijn helemaal voor jou en ik heb nog €10 voor jou en die mag je niet zelf houden, die moet je uit gaan geven. Want je moet een eenpansgerecht gaan maken en de envelop moet je ook nog gaan pakken, want die brengt je naar de volgende locatie. Ik had de ingrediënten best wel snel bij elkaar, maar toen moest ik nog een aanwijzing vinden in de Jumbo. Zou hier een aanwijzing zijn? Je had waarschijnlijk niet verwacht dat je mij hier zou tegenkomen. Binnen ligt een envelop met informatie over 2 locaties, maar ik heb nog een extra opdracht. Een mooi maaltje maken, maar ook een envelop vinden. Dat meen je niet. Kijk dan! En daar lag niet 1 envelop, daar lagen er 2. Dus ik pakte de rode en de groene envelop. Ik dacht, die van Saar, die pleur ik gewoon weg. En dan ga ik door en dat duurt voor Saar alleen nog maar langer. Uiteindelijk vond ik mijn envelop, maar niet bij de vis, bij de Vegaburgers. En ik heb zo'n vermoeden dat Koen dat heeft gedaan, maar goed, ik had hem uiteindelijk en toen kon ik door. Oké, ik heb de coördinaten ingevuld en het is op de plek van het Haringhuis of zo. En het is over 600 meter. En volgens mij ben ik nog voor Saar, dus ik ga nu gauw rennen. Oké! Uiteindelijk kwam ik bij een viswinkel aan en daar lag mijn nieuwe envelop. Het Haringhuis, hier moet ik zijn. En meneer naast mij, die zegt, mevrouw, ik weet waar het Haringhuisje is. Hij zei, weet je wat? Ik ga zo met de regiotaxi, want hij zat dus op zijn rollatortje. Kom maar mee. En dan hier het laatste huisje, hier aan deze straat, daar is het Haringhuisje. Oh, dat is het Haringhuisje, ja. We zijn er, kijk eens aan. Hallo. Hallo. Ik heb een vraag. Ja. Ik dacht, ik ga gewoon naar binnen om het te vragen. De envelop lag daar inderdaad ook. Een foto van de haven. Dit is mijn foto. En dit is mijn uitzicht. Moet het hier zijn? Maar waar ben ik naar op zoek? Nou ja, Govert zei natuurlijk aan het begin, we moeten goed letten op feitjes, weetjes, dingen die we onderweg tegenkomen, omdat dat nog van pas zou kunnen komen. Hier zo staat het.
Vroeger aten de Grieken voornamelijk kabeljauw, omdat dit een vissoort was die weinig vet bevat en daarom makkelijk te drogen en te zouten is. Vrijdag visdag komt uit het katholiek geloof. Daar is de volgende envelop. Eindelijk een nieuwe aanwijzing van waar ik naartoe moet. Ik zie een vrouw in een surfpak in het water. Dat kan maar één ding betekenen. Richting het strand. Surf school. Hier moet u zijn. En doen! En ik ben er. Ineens. Sarah, ik weet niet waar ze is, maar in ieder geval niet hier. Ronde 1 heb ik gewonnen. Hey, daar ben je. Als laatste. Welkom bij challenge nummer 2. Tijdens challenge nummer 1 hebben jullie allerlei visfeitjes kunnen verzamelen. Als het goed is hebben jullie de 10, maar ik weet niet of dat gelukt is. Nee? Oké, in ieder geval voor jullie ligt een quiz met allerlei vragen. En die vragen die gaan over die visfeitjes. Dus heel veel succes, probeer hem goed in te vullen. Als jullie evenveel vragen goed hebben, dan telt degene die het snelst hem afvat. Ik ben altijd wel heel goed in het onthouden van feitjes, dus ik heb best wel een goed gevoel over deze quiz. De eerste vraag, die was natuurlijk een makkie, dat was waar komt visvrijdag vandaan? En dat was natuurlijk van de traditie van de katholieke kerk. Ik had niet alle feitjes gevonden, dus sommige dingen moest ik gokken. Maar sommige dingen wist ik ook al van mezelf, want ik weet gewoon heel veel. Bam! Lalalalalalalalala. Sardi was nog waarschijnlijk bij A van vraag 2 of zo. Random woorden. Got it. Oké, de uitslag is bekend. Wie denken jullie dat het is? Ik ben de winnaar. En wie denk jij dat de winnaar is? Ja, ik hoop natuurlijk. Oké. Het is een gelijkspel, maar jij was sneller. Ik was ook flink sneller, hè? Ik dacht, wacht eens even. 3 opdrachten, 2 gewonnen. Ik heb deze hele dag gewoon al gewonnen. Maar dat betekent nog niet dat jij gewonnen hebt. Nee, want bij de derde ronde kunnen jullie 2 punten verzamelen. En er is nog een bonuspunt. Wie heeft deze spelregels bedacht? Waar slaat dit op? Dat betekent dat jullie allebei nog kunnen winnen. Dus ik wens jullie veel succes. Laten we beginnen met de derde ronde. De laatste challenge van vandaag. Dit wordt de beslissende ronde. We hebben er heel wat uren al op zitten. Het is zelfs al donker geworden. Ik begin honger te krijgen. Er komt dan een kleine twist. Jullie gaan zo meteen verplaatsen van tafel. En jullie gaan dus ook kaarsgerecht maken. Yes. Begin lekker. Ik heb honger. Veel plezier. Weet je zeker dat hij eerst moet? Bemoei je met je eigen eten. Oké. Ik hoef alleen maar dit te bakken. Ik moet een soort saladetje in elkaar gaan bouwen. Maar ja, daar heb ik geen pan voor nodig. Wel de aardappeltjes. Die ga ik er gelijk even naast doen. Want volgens mij moeten die best even. Ik geloof dat Koen ook overdingen heeft gekocht. Maar goed. De dingen die het meeste tijd kosten heb ik gelijk in de pan gegooid. Want anders is het ene gaar en het andere niet. We gaan hier ondertussen voor de bonuspunt. Ik denk dat Govert wel van een beetje liefde houdt. Het is heel moeilijk om dit in één pan mooi te houden met de lekkerbek. Dus ik ga vals spelen. Ik ga de lekkerbek roerbakken in kleine stukjes. Ik zou dit dus nooit kopen, hè, in deze setting, dus ik ben er gewoon een beetje ingeluisterd. Ik had gewoon goed nagedacht over dit en nu plukt zij daar de vruchten van. Kijk dan, ze doet gewoon chill en ze heeft een goede pan en... Ja, het ziet er allebei hartstikke goed uit. Bij jou had ik het wel al zien aankomen, het ging van het begin hartstikke goed. Bij jou ben ik oprecht wel echt verrast, want het zag je zat als een klunt een beetje te koken. Het zag er niet uit, maar je hebt er echt wat leuks van gemaakt. Alleen, waar is de vis? Nou, weet je wat het was? Ik vond het heel moeilijk om in de pan die vis echt mooi klaar te maken. Okay. Dus ik dacht, ik kan hem beter roerbakken dan dat ik zo'n... Oh, alsof het een eitje is, gewoon lekker door elkaar heen. Ja. Weet je wat, ik ga het gewoon proeven en dan ga ik kijken of het lekker is. Oké, proef goed. Ik heb genoeg geproefd van deze. Nu gaan we bij jou beginnen. Oh jee. Oké. Waar zit ongeveer de vis? Want ik zie geen... De vis is overal. Het zit overal, ja. Het bonuspunt gaat naar jou. Het zag er prachtig uit. Je had alles mooi langs elkaar gelegd. En eerlijk gezegd, jij smeet er eigenlijk gewoon alles op een hoop. Maar het was nog prima geregeld, dat sowieso. Maar vergeleken met jouw gerecht, Saar. Geweldig. Ja, was het toch iets minder. In ieder geval bonuspunt voor jou. En qua smaak, helaas moet ik ook jou... de 2 punten niet gaan geven en die gaan namelijk niet jou. Jij bent de winnaar geworden! Hey! Gefeliciteerd! Oh, gaat het?
Nou! Mogen de beste winnen, zeggen ze altijd. Gefeliciteerd. Dankjewel. Dankjewel, Vaaltax. Het was een fantastische jury. Ja, ik vond het hartstikke leuk om jullie jury te zijn. De vis was heerlijk. Ja, en dat is ook heel belangrijk, want de vis is heel gezond. Want er zitten bijvoorbeeld heel veel omega-3-vetten in. En dat merk je bijvoorbeeld bij mij vandaag, dat ik veel vis eet. Want ik won de quiz. En ik ga volgende keer jou helemaal kapot maken. Nou, dat is goed. Als jullie ondertussen opschrijven in de comments beneden welke vis jij deze week nog gegeten hebt. En vergeet natuurlijk ook niet te abonneren en een duimpje omhoog als je dit een leuke challenge vond. We moeten een jingle maken. Ja. 1, 2, 3. Vrijdag! Of we stoppen het gelijk. 1, 2, 3. Vis. Oh, dat is het gewoon. Oké, ja. Vis vrijdag.